Isaac Eduard Valk, 38 jaar. Ernst Valk, 59 jaar. Felix Valk, 64 jaar. Clara Farro, 50 jaar. David Samuel Farro, 51 jaar. Mitzi Veld-Rootbach, 68 jaar. Feige Veldberg-Marcus, 89 jaar. Lea Veldbloem-Kaan, 60 jaar. Suze Lea Velder, 19 jaar. Isaac Leipvindling, 47 jaar. Zaterdagnacht, klokslag 12 uur, begint op voormalig kamp Westerbork de 200.000 namen lezen. Lida Prins van Lekar uit Coevorde is kampoverlevende. Aan haar de eer om te beginnen. Louis Espinoza, 7 jaar. Max Espinoza, 34 jaar. Salomon Espinoza, 60 jaar. Niet zozeer omdat ik nou toevallig de eerste was, maar het geheel vind ik heel belangrijk. En het is hartverwarmend als je ziet hoeveel mensen zich hebben opgegeven. En dat juist die mensen die naamloos en ontmenselijkt in massagraven zijn gedumpt, toen nu allemaal bij naam genoemd worden. Dat ze niet vergeten worden, dat vind ik het belangrijkste. Lida Prins van Lekar begint met het voorlezen bij de letter E. Maar dat is niet de eerste naam op de lange lijst. De vrouw die bovenaan staat is Annie A. Mevrouw Prins van Lekar begint bij de E, omdat eerder op de avond al gestart is met het namenlezen. Op 5 plekken in Nederland verzamelen mensen zich die in bussen naar Kamp Westerbork worden gebracht. Onderweg stoppen zij bij plekken die een belangrijke rol spelen tijdens de Holocaust. In de bus gaat het namenlezen door. En bij aankomst op het terrein van voormalig kamp Westerbork wordt het stokje doorgegeven. Betje Berg, 18 jaar. Esther Berg, 3 jaar. Heimann Berg, 60 jaar. Esther Henriette Berg, 10 jaar. We wilden daarmee eigenlijk heel nadrukkelijk aangeven dat de vervolging van de Joden, die is overal in ons land, heeft die plaatsgevonden. In ieder gehucht, dorp woonden bijna wel Joden, waren een deel van de Nederlandse samenleving. En we hebben met die bussen eigenlijk proberen aan te geven van, het gaat niet alleen om Westerbork, maar er gaat een geschiedenis aan vooraf. Overal zijn maatregelen getroffen en op die manier willen we dat duidelijk maken van, ja, het is een geschiedenis die heel breed is en die ook dus de hele Nederlandse samenleving aangaat. In dit kamp heb ik natuurlijk met mijn ouders gezeten. En ja, die plek is altijd natuurlijk een beetje beladen. Dat is net als het Muiderpoortstation in Amsterdam, waar wij in die trein, in die veewagen gedumpt zijn. En iedere keer als ik weer langs dat station kom in de trein, dan heb ik altijd weer iets, een heel naar gevoel. En dat is hier natuurlijk ook. Het is de tweede keer dat er op het terrein van de voormalig kamp Westerbork namen worden voorgelezen van de Holocaust-slachtoffers. Dat was zo bijzonder, aan de hand van ook de reacties die we van mensen kregen, dat we hebben gezegd van nou, dat moeten we in zo'n lustrumjaar, waarin het 65 jaar geleden is, dat kamp Auschwitz, 27 januari, is bevrijd, moeten we dat eigenlijk weer gaan doen. Ik zou wel denken, laat het ieder jaar doen. Ja, maar het is natuurlijk een enorme organisatie, hè, voor de mensen die dit allemaal moeten doen. Dus ik weet niet of dat kan, maar het zou wel fijn zijn, denk ik. Vanuit kamp Westerbork zijn 102.000 Joodse slachtoffers naar concentratiekampen getransporteerd. Voor elk slachtoffer staat er 1 steentje. En daarbij zitten ook 200 Sinti- en Roma-slachtoffers. In totaal zijn er meer dan 700 lezers die samen aan 1 stuk doorlezen. Ida Findling-Enzweig, 27 jaar. Gaia Gittel Findling-Schlanger, 44 jaar. Adolf Fink, 14 jaar. Herbert. En dat er aan 1 stuk door wordt gelezen, merken we als we ons maandagochtend weer melden in de tent. Logger Tafelkruier, 57 jaar. Abraham Logger, 56 jaar. Aaron Logger, 25 jaar. Keetje Lopers Cardoso Wegloop, 54 jaar. Lena Lopers Cardoso Zak, 22 jaar. Niet alleen bekende mensen lezen namen voor, ook gewone burgers hebben zich aangemeld. Daarnaast zijn er basisschoolkinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het voorlezen. Zij hebben de afgelopen weken op school gewerkt aan het project Ik lees jouw naam voor.
Lodewijk Lors, 61 jaar. Ruben Lors, 38 jaar. Samson Lors, 33 jaar. Hedwig Mala Abraham, 46 jaar. Marjan Hinde Mala Ellenberg. Ja, wel indrukwekkend. Zat er ook moeilijke namen tussen? Best wel, ja. Weet je nog eentje? Duifje de Machtige Cohen. Die namen die ik voor heb gelezen, dat die, dan denk je echt een beeld bij die mensen, dat ze allemaal zo in zo'n wagon zitten. En ik vond het ook wel een eer dat ik dit mocht doen. En ik vind het eigenlijk niet om mij draaien, maar echt om die mensen. We willen dat die namen door iedereen genoemd worden. Niet alleen door nabestaanden, niet alleen door volwassenen, maar juist door iedereen. Joodse mensen die zijn weggevoerd waren ook deel van de maatschappij, van onze samenleving. En het is belangrijk dat de hele samenleving ook weer laat zien dat we hen niet vergeten. Voor Carla Schol is het voorlezen extra bijzonder. Zo merkt zij na afloop. Nou, toen kwamen een meneer en een mevrouw, die kwamen naar mij toe. En ja, die zeiden, die bedankten mij omdat ik de naam van die familie van hun had voorgelezen. Dat was wel even schrikken, denk ik. Ja, dat was wel, ja. En ook heel, ja, indrukwekkend. Elke provincie heeft een eigen verhaal gekregen waar zij voor het project Ik lees jouw naam voor mee aan de slag zijn gegaan. Het verhaal gaat over een familie die in de Tweede Wereldoorlog is omgebracht. En de persoon die centraal staat is een leeftijdsgenootje van de kinderen. De hoogste twee groepen van de openbare basisschool Jan Ties in Rolde maakten een opdracht over de familie van Dam. En dan in het bijzonder de 10-jarige Bernard. Ze hadden een winkeltje in Zuid-Laren. Ja, en ja, het waren Joden. We hebben een spoorlijn gemaakt. Een wachttoren, een wagon, stootblok, koffers, gedichten. En traantjes met de foto's erin van de familie van Dam. Nu heeft de familie van Dam ook 3 koffertjes achtergelaten. Weet jij nog wat daarin zat? Een kandelaar en die staat nu in een synagoge. Dat was een Joodse kandelaar? Ja, er konden 9 kaarsjes in. De kinderen komen verspreid over 3 dagen naar voormalig kamp Westerbork. Woensdag is dan de hele puzzel met alle 12 verhalen compleet. De kinderen hebben veel opgestoken van deze speciale les. Adolf Hitler die de schuld gaf van alle problemen in Duitsland. Van alle geldproblemen en dat soort dingen. Wat vind je ervan dat hij dat deed? Eigenlijk wel onrechtvaardig. Want misschien wist hij denk ik ook wel dat hij gewoon dat het door iemand anders kwam of door andere dingen. Ik vind ook dat Hitler dan zegt dat de Joden slecht zijn. En, terwijl dat het eigenlijk helemaal niet zo is. En daarom is Hitler eigenlijk slechter dan de Joden. De grote puzzel ligt nu wat apart van de tent waarin de namen worden voorgelezen. Dat is bewust gedaan om bij het lezen niemand af te leiden. De bedoeling is dat de puzzel een permanente plek gaat krijgen. Maar hoe en waar is nog niet bekend. We zullen er rond 12 april weer aandacht voor vragen. 12 april is het 65 jaar geleden dat Kamp Westerbork bevrijd werd. Dat wordt ook uitgebreid herdacht met activiteiten hier op het trein. En daar zal de kaart van Nederland met al deze prachtige werkstukken ook een rol in gaan spelen. En terwijl de kinderen bezig zijn met de puzzel en hun oorlogsfamilie, gaat het namenlezen gewoon door. Machiel Levi Manasse, 45 jaar. Nathalie Manassen, 6 jaar. Nathan Manassen, 15 jaar. Rebecca Manassen. Morgenmiddag om 14:50 wordt de allerlaatste naam voorgelezen door kampoverlevende Via Polak. Dan is het precies 65 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz is bevrijd. Polak komt via doorvoerkamp Westerbork in Auschwitz terecht en is dus een van de mensen die daar wordt bevrijd. De laatste naam die zij voorleest is Heinrich Seismanovic. Ollendorf, 64 jaar. Jette Sarah Valken Baumgarten, 73 jaar. Abraham Valkenburg, 62 jaar. Bernard Valkenburg, 59 jaar. Bertha Valkenburg, 19 jaar. David Valkenburg, 19 jaar. Elsa Margaretha Valkenburg, 43 jaar.
60 jaar.